We willen eigenlijk onze kennis delen, onze ervaring delen met anderen, zodat anderen ook weer kunnen groeien. En ook elkaar steunen, elkaar helpen, er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren. In verbinding gaan met elkaar communiceren, ook samen komen tot nieuwe ideeën, verbeteringen. Je doet dat ook in de gemeenschap, om daarin met mensen in contact te komen en dan projecten op te zetten. Multifelzijn betekent voor mij eigenlijk een stuk welzijn. Zelf vind ik het belangrijk dat mensen zich goed voelen. Niet alleen dat je zelf goed voelt, maar dat je ook zorgt dat je collega's het goed hebben, dat je op die manier ook kunt samenwerken en zo nog een aantal verbeteringen kunt komen. Het zit in onze genen van we willen eigenlijk goede doelen steunen met de middelen die we hebben, dat we dat kunnen gebruiken om iets te betekenen in de wereld en zeker ook waar er een maatschappelijke rol in zit. We zijn ook heel veel met scholen in contact en er zijn ook collega's van mij van VDS Academy die er heel veel mee bezig zijn. Dat we daar eigenlijk ook wat productkennis willen meegeven of ook soms hun willen, informatie willen meegeven, zodat ze ook op een creatieve manier met die zaken kunnen omgaan. Het is ook zo dat wij jaarlijks een oproep doen aan alle medewerkers. Dat zij eigenlijk de goede doelen waar dat zij zelf mee in aanraking komen naar voren brengen, waarvan wij dan eigenlijk een selectie maken van welke goede doelen gaan we dit jaar steunen. Maar eigenlijk willen we niet alleen geld of een check geven, maar zouden we eigenlijk mensen willen stimuleren om ook een gemeenschapsbouwer te worden. En die rol dat kan gaan van iets adviserend of mee in bestuur te zitten, maar ook dingen ondernemen en hun kennis echt bijdragen, zodat die ook weer zelfsturend kunnen worden.